De laatste tijd wordt er veel gesproken over nepnieuws. Theatergroep Spans & Roses uit Oosterbeek grijpt dit onderwerp nu aan om er een speciale improvisatievoorstelling over te maken. Wij spraken acteur Michiel van der Steen over een voorstelling. De voorstelling 13 april op zaterdag bij Lebret in Oosterbeek, die gaat over het nieuws. Wij gaan het nieuws brengen aan de hand van korte krantgames en lange improvisatievormen. En we spelen op zaterdag 13 april in Lebret. De zaal gaat om 8 uur open en vanaf 8:30 gaan we spelen. Het kaartje voor volwassenen kost €7,50, voor kinderen €5. En het wordt een prachtige, mooie improvisatieavond. Waar gaat deze voorstelling over? Nou, zoals ik al zei, over nieuws. Nieuws wat afgelopen week de revue gepasseerd is. Dat kan allerlei nieuws zijn. Dus we hebben allerlei kranten in de zaal liggen. Mensen kunnen dus artikelen eruit halen. En die geven ze dan aan ons, geven ze aan ons door. Waarop wij dan een korte krantgame kunnen laten zien. In de vorm van een theatersportoefening, zeg maar. En als wij een dilemma gaan spelen, de vloer op scène, dan wordt er een dilemma uit de krant gehaald, uit een artikel, uit de Volkskrant of wat. En dan gaan wij dat dilemma naspelen. Nou, ik persoonlijk vind alle nieuws belangrijk. Dat kan zowel politiek zijn als shownieuws, als hoe gaat het in het buitenland met de oorlogen. Dus ik wil gewoon niet heel de diepte in, maar meer de breedte. Dus ik wil gewoon een beetje van alles wat weten. En dat volg ik dan zo wekelijks, ja. De improvisatievoorstelling Nepnieuws is te zien op zaterdag 13 april in Zalencentrum Lebret in Oosterbeek.